Ik citeer het nu even letterlijk. Het is te makkelijk om te zeggen dat de aansluiting niet op tijd klaar is. Je moet als aannemer ook naar de voorkant kijken... en zien of die aansluiting wel op tijd is aangevraagd. De eigen ja. aanvraag van uh, aannemers is daarnaast veranderd. Vroeger was er op de bouwplaats uh, geen of weinig stroom nodig. U zei het net ook al. Maar juist uh, nu wordt er veel meer uh, gebruik gemaakt van elektrisch materieel. Dat vraagt meer voorbereidingstijd. Op mijnaansluiting.nl kunnen zij twee jaar van tevoren... hun ja. aansluiting aanvragen. Ja, Met Jawel, op, het je, op het moment dat je nog... Geen, geen vergunning hebt uh, of geen, geen bouwlocatie hebt. Hè, want uh, we, hebben, we moeten eerst natuurlijk een, een harde uh, toezegging hebben vergunning hebben voordat je überhaupt je aanvraag kunt indienen. Kijk, als ik nu zou, zou zeggen: van uh, de minister die, die wijst nu al uh, bouwlocaties aan van ...daar en daar gaat gebouwd worden, dan, dan kun je inderdaad wel zo lang van tevoren gaan plannen. Maar nu zul je toch moeten wachten op, uh, op het verkrijgen van een vergunning. Nou, daar zit ook al de klad in. Je ziet dat er te weinig, uh, ja, dat heel veel gemeentes dat die worstelen met hun capaciteit om een vergunningaanvraag te verwerken. En sommigen ja. weigeren zelfs dit jaar nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Hè? Zaanstad, Meijerijstad. Uh, dus je ziet uh, dat het... Op zich terecht is dat netbeheer in Nederland, dat hij, dat hij zegt: van jongens, je moet ook wel je huiswerk doen. Dus vraag je je, je vergunning of je, je, je aansluiting ook zo snel mogelijk aan. Nou, misschien, te, dat, dat misschien moeten, te, moeten we ook doen. Misschien ja. tegelijkertijd met die vergunning die de deur uitgaat, dat als de vergunningsaanvraag? Ja, vergunning, ja, maar als, als die vergunning dus niet in behandeling wordt genomen nu. Uh, dan kan ik wel een, vergunning, uh, of een, een capaciteitsaansluiting aanvragen, uh, of een elektriciteitsaansluiting aan, aanvragen, maar ik weet nog niet of ik die vergunning krijg. Je ziet dus, zoals ik, uh, als, als ik eerder zei, dat uh, terecht uh, netbeheer wel wijst op de verantwoordelijkheid, ook van de aannemer. Je zou ook bij, bij de opdrachtgever uh, zou je eigenlijk daarna moeten kijken hoe je samen met, uh, met de aannemers dat je al, uh, dat je al, al snel een, een, een aansluiting vraagt. Ja. Maar uh, dat los daarvan uh, hebben ook diegenen die, uh, die op tijd hun aanvragen... en die het nu te maken gewoon met met forse vertragingen. Dat, dat blijkt gewoon zelfs mensen die het dus gewoon op tijd doen ja. die, uh, die, die uh, Snel die aanvraag doen, omdat er gewoon een, een tekort is aan capaciteit. En, dat, en, en die capaciteitstekorten die worden nog eens vergroot doordat we natuurlijk met een enorme uh, uh, verandering bezig zijn, energietransitie bezig zijn, die nog eens versneld is door natuurlijk nu de, de huidige uh, gascrisis. Dat ja. veel bedrijven ook nog eens overgaan. Op elektriciteit. Nou, en daar is ook niet altijd ruimte voor op het elektriciteitsnet. Er nee. wordt overigens wel aan gewerkt, maar dat duurt natuurlijk even voordat daar een, een soort het een, een tweede snelweg voor stroom is aangelegd. Ja. Uh, toch? Uh, dus, uh, dus hebben we aan alle kanten vertraging. U had het net over die ambtenaren. Uh, wij stuiten op het advies uh, op het onderzoek van advies en ingenieursbureau SWECO. Ja. Dat becijferde dat er minimaal 6500 ambtenaren bij moeten. 6500 ja. ambtenaren ja. om de bouwagenda van Hugo de Jonge überhaupt vlot te trekken. We kunnen, we kunnen, ja, Zeer zeker. Nou, dat, dat merken wij eigenlijk aan de lijve iedere dag. Hè? Want uh, wat ik zei al, van de ambities zijn heel goed. Maar je ziet eigenlijk dat ook al het extra geld... wat gereserveerd is in, in het regeerkoord, en nu uh, voor juist uh, de aansluiting en de ontsluiting van nieuwe woningen... voor achterstallig onderhoud, voor, voor de oplossing van de uh, stikstof... voor ja. verduurzaming, dat dat eigenlijk allemaal op de plank blijft liggen. Um, en, um, en je ziet dus dat dat aan de ene kant... Zie je dat, dat er vertraging komt door uh, stikstof, uh, te weinig bouwlocaties, uh, te weinig ambtenaren? Ja. Van de andere kant zie je ook dat een aantal opdrachtgevers hier nog steeds de, de, de kat uit de boom kijken. Want die... Denken jongens, je is zo duur geworden. door die inflatie en die prijsstijgingen. in relatie tot uh, Oekraïne. Uh, misschien wordt het volgend jaar wel even goedkoper. Dus ik zel mijn plannetjes nog een jaar uit. Ja. En dat leidt ook nog eens tot extra vertraging. Ja. En ja. Wij, als je dan bedenkt. dat we op dit moment. met grote woningnood zitten. met achterstellig onderhoud. en ja. met een noodzaak om een, om een verduurzamingsslag te slaan. Ja. ja, dan is het eigenlijk gewoon alle, alle, alle hens aan dek. Ja, en, maar, en maar dan kom ik toch even terug op die 6500 handen.